Catharina Steeg. Die is volgend jaar af. In het voorjaar 2017 kunt u daar winkelen in die nieuwe steeg. Maar daarvoor is het wel echt noodzakelijk dat deze brug hier neergelegd werd. En dat had trouwens nog een ander voordeel, en dat is dat fantastische Waaghoofd weer vrijkomt. Dat de stad daarvan kan genieten en dat u daar zo heerlijk met uw rosé'tje op een prachtige dag als vandaag kunt staan. Het is een bijzondere brug. Een prachtig ontwerp, dat zei ik al, maar ook van heel bijzonder materiaal gemaakt. Ultra hoge sterkte beton. Ik heb er een paar dagen op moeten oefenen, maar ik heb een ultra hoge sterkte beton. Dat zorgt ervoor dat we weinig onderhoud aan deze brug hebben. En een hele slanke brug die tegelijkertijd goed doorvaarbaar is voor alle boten die hier onderdoor willen. En dat zijn er nogal wat in Leiden. En tegelijkertijd hebben we een helling die voor voetgangers en fietsers volgens mij uitstekend te nemen is. Zo goed dat ik van de week al een hele grote Mercedes ook hier overheen zag komen. Dat is niet de bedoeling, hij moest daar ook echt weer in de achteruit. We weten in ieder geval nu dat de brug wat kan hebben. En dat is met bruggen in Nederland wel fijn als je als wethouder zo staat om hem te openen. Dat gaat helemaal goed. Dames en heren, ik zei al, DP6, heel veel dank voor het ontwerp, Pieters Bouwtechniek rondom de constructie. En natuurlijk aannemer Schals uit Leiden, heel erg veel dank voor zo'n fantastisch werk. Dat is moeilijk in de binnenstad van Leiden. Dat brengt overlast met zich mee. En dat hebben jullie fantastisch gemaakt in onze mooie stad. En daar zijn jullie ontzettend dankbaar voor. Dames en heren, het moment komt nabij dat wij deze prachtige brug gaan openen. Maar de Catharina-brug kun je natuurlijk niet openen zonder een Catharina. En een van mijn beste vriendinnetjes, Catharina van Oerle, ze is 2, die gaat mij een handje helpen. Applaus voor Catharina.